Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe aflevering van Spot On. Deze week heb ik weer een hele leuke, mooie, bijzondere gast. Over wie ik het heb, Viria Soraya! Dank je, ik vind het echt leuk dat je hier bent. Ik vind het echt heel leuk dat ik er ben. Hoe is het eigenlijk met jou op dit moment? Gaat goed, ik ben aan het studeren. Ik loop stage, ik maak video's. Dat is echt ontzettend druk. Het is wel veel, maar ja, ik vind het lekker. Okay. Dus het gaat prima. We gaan het hier nu hebben over uiterlijke verzorging. Als ik naar jou kijk, dan zie ik echt... Ik vind ten eerste dat je make-up altijd on fleek is. Je outfits zijn on fleek en je haar is altijd on fleek. Oh, dat is echt lief. Nee, daar word je helemaal niet verlegen van. Nee, want je helemaal wel. Helemaal wel. Nee, dat vind ik echt lief. Maar hoe lief. Belangrijk is je uiterlijk eigenlijk voor jou? Ik moet zeggen, mijn uiterlijk onder de make-up vind ik heel belangrijk. Dus gewoon hoe mijn huid er zelf uitziet. Ik ben ook nooit iemand geweest die dan na het uitgaan bijvoorbeeld... de make-up er nooit afhaalde, weet je wel. Dat kan ik gewoon niet. I knew it. Ik ben die meid. Hou je dan ook rekening met bepaalde dingen die je dan eet? Of nou ja, tenminste, ik weet dat jij een hele gezonde levensstijl najaagt. Ik ben nu denk ik een jaar vegetarisch. En nu net twee maanden denk ik veganistisch thuis. Mm. Maar eet je ook zeg maar, op deze manier, op deze gezonde manier, vanwege bijvoorbeeld je uiterlijk? Ja, want ik ben wel van mening dat als jij een goed eetpatroon hebt, goed slaapt... beweegt, dat je huid er ook veel beter uitziet en dat je gewoon lekkerder in je vel zit. Letterlijk, dus dat je vel gewoon in goede conditie is. Ja, want merk jij verschil? Ja, echt. Ja. En, zie het aan je huid of zo? Well, this is a weird detail, maar... Nee, zeg. Mijn ontlasting is ook gewoon beter. Ja, het is echt raar, ja. Je sport ook? Ja. Echt veel? 5 keer in de week? Hoe hou je dat vol? Ja, als ik een uurtje. Het is maar een uurtje, weet je. Een uurtje op je dag, het is echt niet veel. Ik vind het ook gewoon lekker. Vooral als ik dan terugkom, ik loop de gym uit en ik voel die wind. Ik denk, ja man, I did it again. Het voelt gewoon fijn. Krijg jij veel commentaar over je uiterlijk? Ja, ik moet zeggen, online zijn ze eigenlijk altijd wel heel enthousiast. Dat ze zeggen, ik vind je zonder make-up eigenlijk veel mooier. In mijn vlogs heb ik eigenlijk bijna nooit wat op. En dan zeggen ze ook, ja, waarom doe je eigenlijk zoveel op? Want het vindt veel mooier zonder. Dus dat kan ik wel heel erg waarderen, dat ze... Ja, positief zijn over het niet veel make-up zien. Want in real life is het eigenlijk andersom. Dat mensen vaak de opmerking gooien, oh, ben je moe? Of ben je net uit bed gerold? Weet je, dat ik denk, nee, je ruikt toch dat ik heb gedoucht. Ik ben gewoon fris hoor, maar ik zie er gewoon anders uit. Ja. Ja. Ik vind het niet per se vervelend, maar het is wel dat ik denk, joh, let a girl be herself. Weet je, als ik een keer make-up op wil doen, wil ik een keer make-up op doen. En als je het niet doet, dan is dat ook goed. Ja, ja, vind ik wel. Op welke leeftijd begin je bij de meeste vrouwen tekenen van ouderdom te zien? Ik denk 23. 23 al? Ja. Oh, wat eng. Op je 23ste dat idee al. 30? Ik denk eerlijk gezegd al op je 25ste, want mensen doen dan al botox. Je groeit nog, zeg maar, tot je 25ste of zo. Dus ik zou denken vanaf dan. Vanaf 25 jaar dan, ja, denkt je lichaam van oké, dan, nu ben je volgroeid. Nu ga je aftakelen, weet je wel. Je krijgt dan al kraaienpontjes bij je ogen. En wat voorhoofdrimpels. Waar of niet waar? Als je te vroeg begint met anti-rimpelcreme, kunnen je poriën verstopt raken. Waar? Nee, niet waar. Waar of niet waar? Ja, ja, ik geloof niet eens echt dat anti-rimpelcreme werkt. Dat het gewoon niet tegen te houden is. Nee, precies. Niet waar, denk ik. Ja, ik ga ook voor niet waar. Oké. Het antwoord is waar. Oh. Anti-aging crème bevat zwaardere ingrediënten dan normale dagcreme, waardoor je poriën eerder verstopt raken. Gebruiken jullie wel eens anti-aging crème? Nee. Wij zijn 18 dus. Ik heb af en toe wel zeg maar, dan heb ik zeg maar geen reinigingsmelk meer of zo. En dan gebruik ik die van mijn moeder en dan staat er wel anti-aging in. Ja? Dus misschien moet ik daarmee ophouden. Maar... Oh, wat erg hè eigenlijk. Ja. Cleopatra, koningin van het oude Egypte, hield ook al van een stukje uiterlijke verzorging. In een opgraving is zij gevonden met nepnagels op haar handen. Waarvan waren deze gemaakt? Je had natuurlijk niet zoveel... Nee, je had geen acryl dingetjes. Maar je had überhaupt niet heel veel materiaal, zeg maar. Toen, ik denk steen of zo. Steen? Ja, ik zou ook denken aan steen. Steen of zo? Ja. Hout? Ja, dat lijkt me ook sterk als je nagels van hout of zo hebt. Ja, maar dus, hout hadden ze niet eens, want dit is... Egyptenaren. Ja, maar dit is voor Christus nog, geloof ja, ik. Ja, nou, dus er bestaan toch wel bomen voor Christus? Oké, Sandra, voor Christus waren er geen bomen.
papier. Is het heel logisch. Plastic. Nee. Plastic. Ja, weet ik niet. Wat dan? Nee, op het raad heeft van 69 tot 30 voor Christus. Like plastic in those days, I don't know. Nou ja, beter dat jij het hebt gezegd in plaats van ik. Ze waren gemaakt van ivoor. Dat zou nu echt uit den boze zijn thuis. Waar of niet waar? Onder de leeftijd van 18 jaar is het verboden om onder de zonnebank te gaan. Ja. Is dat zo? Ja, toch? Geen idee. Ja, dat weet ik. Ja, ik denk dat het wel verboden is. Ik zou het wel raar vinden inderdaad. Ja, als je gewoon 16, lekker 16 jaar elke dag onder de zonnebank. Dan ben je volgens mij uitgedroogd en je tegen dat je 20 bent. Toen ik 15 was, had ik echt een soort zonnebankverslaving. Zo slecht. Ik ging echt 2 keer per week of zo. Maar mocht je gaan? Was het legaal? Stiekem, ja. Ik zei gewoon dat ik 18 was. Dus daarom weet ik dat het niet mag. Het is slecht voor je huid. Je huid veroudert snel. En de kans op huidkanker wordt daardoor groter. Ja, huidkanker ook nog. Geen goede dingen. Gebruik je bruiningscremes? Ja? Echt een soort obsessie. Je wilt ook echt geen foto's zien van die tijd. Ja, dat is niet normaal. Ik wil het eigenlijk wel zien. Oh mijn god. Zijn die te vinden? In mijn eigen archief, ja. Shit. Was je oranje of niet? Toen zou ik nee zeggen. Als ik nu terugkijk, dan denk ik echt, wauw, ik was echt een aardappel. Of een zoete aardappel. Zo, ja. Hoe ijdel ben jij? Valt wel mee. Ik heb niet altijd make-up op. Maar ik wil er wel altijd gewoon wakker en fris uitzien. Dus in dat opzicht redelijk ijdel. Ik ben best wel ijdel, moet ik zeggen. Elke keer als er een spiegel is, dan moet ik altijd wel even kijken van, oh, zit mijn haar nog goed? Is mijn lipstick niet uitgesmeerd of zo? Al dat soort dingen. Wat doe je aan je uiterlijke verzorging? Ja, wat niet. Ik denk dat ik wel wekelijks bezig ben met oliën voor mijn haar, voor mijn huid, maskertjes. In de ochtend gebruik ik ook gewoon dagcreme. En af en toe even scrub, af en toe even masker of zo, maar over het algemeen niet heel veel. Ik doe wel bijna elke ochtend, als ik het niet vergeet, aloe vera crème en elke avond, als ik het ook niet vergeet, een serum op mijn huid. Gezichtsbehandeling doe ik niet zoveel eigenlijk. Plasticchirurgie heb ik wel ooit gedaan, bij mijn borsten. Maar dat was, ik vind dat niet een onderdeel van uiterlijke verzorging per se. Ik vind dat dat veel verder gaat. En ik vind ook dat je daar natuurlijk heel goed over na moet denken. Ik vind niet iets zoiets als even een broodje halen bij de bakker of zo. Vind je vriend lippenstift lekker bij een kussen? Felix haat het. Felix haat het echt. Als ik lipstick op heb, dan kust hij me wel, maar niet volop. Nee. Want als ik kus, dan is mijn lipstick helemaal hier, zelfs hier, dus nee. Oké, heftig. Wat vind jij van foundation op een kledingstuk? Ja, dat is echt een van de dingen die ik echt haat. Nee, dat kan echt niet. Vooral als dames, echt dames, luister. Gewoon bij de Zara of zo. Nou, als ik iets wil passen, dan overal foundation. We moeten er echt ermee uitkijken, alsjeblieft. Dat kan echt niet. Ik heb nooit zeg maar gehad of zo, dat ik dan op iemand, weet je wel, buikdag of zo, en dat ik dan foundation vlek zag. Ik zou het zelf ook een beetje awkward vinden of zo, als ik afgeef. Oh, helemaal als hij een wit shirt aan heeft, weet je wel. Dan zie je ineens zo'n bruine oranje vlek. Oh nee, ik moet er echt niet aan denken. Mijn foundation is ook nog eens bruin. Dus dat is extra opvallend. En ik heb wel eens gewoon iemands shirt, een wit shirt, een bruine vlek. Wat ook altijd gebeurt als je dan gaat zoenen met make-up en foundation, dan zit het rond zijn hele mond. Want dat bruin geeft gewoon af. Dus als het dan een witte mond is, dan zie je gewoon dat eromheen. Ja, heb ik echt vaak gehad. Ja, ik moet daar echt heel veel rekening mee houden. Vooral als ik foundation op heb, want je ziet het gewoon heel snel. Ja, dat is wel. Dat speel echt mee!